Эй, Сира, ik weet nog toen ik begon aan dit was klein en onwetend. Ze wouden niks van mij weten, maar toch wouden zij ontnemen waar ik elke dag voor werk. Ik werd niet eens begrepen, maar ik moest wel naar ze luisteren. In mijn hoofd is ze zij beter. Toch kon ik niet opgeven, nee, de wil die is te groot. Doe dit niet voor even, nee, ik maak van dit mijn brood. Nu luister ik naar Brian en hou ik mijn ogen groot. Heb mijn lessen wel geleerd en geen daarvan op school, want ik zat liever ergens anders. Diep in mijn gedachten en ik zocht naar een manier om te doen wat niemand verwachtte. Bleef schrijven zonder dat iemand het aan merkte. Het niveau dat bleef stijgen in mijn lines die werden sterker. Mama zei me, maak je school af, anders gaat je er niet raken. Zoek een baan, verdien geld, later moet je alles betalen. Jij bent degene die je toekomst zal bepalen, dus schrijf je boek en negeer al die verhalen.